aan het begin om te zeggen dat het natuurlijk een heel tragische situatie is wat daar gebeurd is. En klopt inderdaad dat het heel lastig is voor ons om daar iets mee te doen. Als dit soort situaties, als je mensen hun huis uit zou willen zetten, betekent dat dat je naar de rechter moet. En dat betekent dus dat je een goed dossier moet hebben. Nou, dat dossier kun je bouwen. Dan moeten omwonenden klachten bij woonstad bekendmaken. En die moeten ook dan meestal nog eens bereid zijn om ook naar de rechtbank te komen. Maar we hebben ook onze partners, nou, de politie, de gemeente, zorginstellingen. Dat is een heel breed pakket van zaken die we daarvoor nodig hebben. Je krijgt dus iemand niet zomaar uitgezet. Hè? Daar moet je echt wat voor doen en wat voor hebben. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? De bescherming van de huurder is een groot goed in Nederland. Dus je moet ook echt wel wat gedaan hebben, om het zo maar te zeggen, om je huis uitgezet te worden. En we hebben altijd de toets van de onafhankelijke rechter. En dat is iets wat gewoon wel heel belangrijk is, dat altijd goed gebeurt. Maar het soms wel eens heel, ja, dat dingen lang duren en dat het soms ook niet lukt. Dat is dan ook de keerzijde daarvan. Zijn het situaties die vaak voorkomen, waarbij iemand toch niet lekker ligt met zijn omgeving en het rommelt en het gaat weer een poosje goed en het gaat weer minder goed? Ja, dat komt wel vaker voor. En mensen worden soms ook opgenomen en komen dan weer terug. Dus het is heel wisselend hoe de klachten dan ook zijn. Hè. Dus dat, voor je dossieropbouw is dat dan ook wel weer ingewikkeld. En jammer genoeg komt het door de hele stad komt dit voor. Ja, en steeds meer. We kunnen het nog niet heel goed met cijfers onderbouwen, maar het komt wel steeds vaker voor, hebben we het gevoel. Ja. Wat zou u willen als woningcorporatie om er zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan? Wat zou u helpen? Nou, eigenlijk wat nu al ingezet is, dat is de samenwerking met de wijkteams. Hè. De sociale wijkteams van de gemeente zijn hier een heel belangrijke partner voor ons in. En die komen nu op stoom, om het zo maar te zeggen. Die samenwerking wordt steeds beter. En ik denk dat we daar steeds meer elkaar beter kunnen vinden. En het stukje waar we dan nog met elkaar ook zoekende zijn, gaat over zaken over privacy. Wat mag je nou wel delen aan informatie, wat niet. En ik denk dat we daar met elkaar goed over in gesprek zijn en die samenwerking kan nog verbeteren. Ja. Want daarover gesproken, wist de mevrouw die daarboven woonde bijvoorbeeld 2 jaar geleden toen het huis gekocht werd, wat er zich afspeelde daar? Nee, bij de verkoop is dat niet door ons medegedeeld, terwijl wij wel wisten dat er al wat speelde. En dat is dus niet goed gegaan. En mede naar aanleiding van deze situatie zijn we nu ook aan het kijken hoe we dat in komende situaties bij de verkoop van een woning, die informatie ook beschikbaar kunnen krijgen voor de medewerkers van de afdeling verkoop die dat doen. Is het dan doelbewust bezwegen? Is het dan doelbewust verzwegen of hoe werkt dat? Nee, dat is niet doelbewust, want wij willen altijd de informatie geven die we weten, maar deze informatie was zeg maar bij de afdeling wijkbeheer, hè, waar we met dit soort zaken te maken hebben. En niet bij de medewerkers die de verkoop deden. Dus die wisten het gewoon niet. Als ze het hadden geweten, hadden ze het verteld. En dat doen we in de regel ook. Ook bij verhuringen, maar ook bij verkoop. Dus wat jullie gaan doen vanaf deze situatie is? Zorgen dat die informatie beschikbaar komt en dat delen met een potentiële koper. En die kan dan op dat moment zijn eigen afweging maken.